Ik was eigenlijk wel beschaamd omdat de mensen dat wisten dat ik diabetes had. Als ik bijvoorbeeld in een restaurant zat, dan ging ik altijd naar het wc. Ik nam mijn meterke, mijn zakje wat mijn meterke in zat, en nam ik mee naar het wc en dan ging ik daar spuiten. Men schaamt zich ook soms voor het toedienen van de medicatie. En dat is inderdaad een problematiek dat je veel tegenkomt. Dat is inderdaad gevaarlijk, want als je het ontkent, kan er zaken gebeuren. Zoals met Leo gebeurd is, een ongeval. Of men gaat zijn medicatie niet gaan gebruiken en dan kan het tot ernstige complicaties leiden.